Ja, kijk. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal in. Jongens, ik hoop echt dat dit jaar alles goed gaat. Hoezo? Tuurlijk. Alles gaat al goed? Nee, niet. Want? Wat gaat er niet goed? Het boek was weg. Dat was maar één keer. De staf was weg. Dat was ook maar één keer. Americo, wat voetsie? Ook dat nog. De chocoladeletters vergeten. Ze waren een keer gesmolten. Jongens. Dat is niet grappig. Niet. Nee. Maar jongens, is een checklist dan niet een idee? Checklist. Misschien moet je dat eerst even met Sinterklaas overleggen. Ja, dat is een goed idee. Dat ga ik even doen. Ik ga met je mee. Dan gaan wij vast verder. Is goed. Checklist. Sinterklaas? Wat moment. Sinterklaas? Komen de anderen. Sinterklaas! Ja, binnen! Nou, we zijn al binnen. Huh? Zeg, kunnen we niet iets zeggen of aankloppen voor je binnenkomt? We hebben iets gezegd. Niet aangeklopt, maar wel iets gezegd. Wat komen jullie doen? We kwamen vragen of u het goed vindt dat we een checklist gaan maken. Een checklist. Ja, u weet de checklist, het is vorige jaren niet helemaal goed gegaan. Er is wat kwijtgeraakt. Ja. Dat vindt u goed? Heb je niks te doen? We zijn heel druk. Nou, ik zou zeggen, ga je gang. Hè? Ja, Sinterklaas. Klopt iets niet. Oké, Pieter. Het volgende punt in de vergadering waar we het over hebben gehad. De problemen waar we elk jaar tegen aanlopen. Ik heb het denk ik opgelost. Huh? Ja. Nee. Het is voor dit jaar zie ik geen problemen meer. Ik was bang dat we dit jaar zoveel problemen zouden krijgen met Sinterklaas. Dat we die ook nog een keer misschien kwijt zouden raken. Dat ik een machine heb gebouwd. Zal ik het er eens bij pakken? Ja. Tuurlijk. Hij is machine? Nee. Moet je kijken. Huh? Wat is dat? De Sinterklaasradar. En wat doet hij? Die zorgt ervoor dat wij Sinterklaas niet meer kwijtraken. Waar is Sinterklaas? Sinterklaas die zit nu in het kasteel. Moet je hem op zijn nek zetten? Nee joh, ik zou het uitleggen. Er moet nog wat bij. Oh, kijk, doet een helm op. Juist. Ik heb hier de zender. Maar ik heb geen ontvanger. Doet Sinterklaas niet op? Nee, die krijgt Sinterklaas niet op. Sinterklaas draagt een mijter. Ja. Wat gaan we doen? We gaan met z'n allen ervoor zorgen dat we de mijter krijgen van Sinterklaas. Daar gaan we een zendertje in bouwen. Dat lukt niet. Zodat het zendertje contact kan krijgen met de radar. En de radar stuurt het weer terug naar mijn helm. En zo weet ik precies waar Sinterklaas is. Ja, maar de mijter van Sinterklaas, daar krijgen we niet voor elkaar. Ja, Sinterklaas. Nee. Zo, ha. Dat was een heerlijk kopje thee. Ja, vond u hem lekker, Sinterklaas? Ja, heerlijk, dankjewel. Ja, heerlijk is Zalmanjoba thee, hè? Ja, zo precies. Dat is fijn. Sinterklaas. Ja. Voordat u bent. Even kijken hoor. Er zit een vlekje op uw mijter. Ja. Wat? Ja. Er zit een vlekje op uw mijter. Oh ja, nou iets zegt. Nou ja, dan ga ik straks wel eventjes. Nee, het is misschien beter dat u hem even hier achterlaat. Dan maak ik hem voor u schoon. Ik bedoel, u kunt het aan mij toevertrouwen, dat weet u. Nee. Ik ga voor de spiegel staan, zien waar het vlekje zit. Poetsie, ja klaar. Sinterklaas, het is echt heel erg hoor. Sinterklaas. Nee, ik kan echt met Sinterklaas. Ja, die krijg je er niet meer uit anders. Nee, ik denk dat moet. Ik denk dat het echt beter is dat u hem even afzet. Het is, hooguit... 10 minuten. U bent zelf zo... Het is hooguit 15 minuten, dan heb ik de vlek eruit en dan krijg je de meter weer terug. Je weet dat ik dat niet fijn vind. Nee, dat weet ik, maar het is echt maar voor 15 minuten. Het moet echt even Sinterklaas. Vooruit dan maar. Maar dan moeten jullie mij ook wat beloven. Een regel voor mij in het Wilmink Theater in Enschede. Ja. Een slaapkamer, een hotelkamer of zoiets. Maar we slapen toch altijd in het Pieterhuis? Ja, maar ik heb dit keer in het theater nodig. En ik wil ook dat jullie allemaal de 29 november naar het theater komen. Leuk. Ik ga niet vertellen waarom. Ja. Oh, wel leuk.
Hè? Het was vorig jaar fantastisch, dus het wordt dan nu ook weer leuk, hè? Ja. Waar is dat vlekje dan eigenlijk? Ja, hier nee, ik heb hem net gezien, Sinterklaas. Ja. Oh, als je hem in dit licht zo Nou ja, doe het dan maar, als je dan ook maar belt met het theater. Ja. Want ik wil dan echt slapen en 29 november allemaal in Enschede naar het grootste goed, en mooiste theater van het Oosten. Ja, we regelen dat, Sinterklaas. Geen paniek. Dag, Sinterklaas. Wat rustig, Sinterklaas. Moment, snel. Snel! Maar in 10 minuten. Het gaat echt niet goed met Sinterklaas. Hij heeft de Spaanse koorts, denk ik. Dat denk ik. Laten we het doen. Waarom doet de Sint zo raar? Zullen de Pieten ervoor kunnen zorgen dat de intocht goed verloopt? Kijk aankomende zondag weer naar Sinterklaas en het grote geheim.